Welkom bij de weekendagenda. Sinterklaas probeert de traploor met zijn zwa nog nader te bepalen metgezellen naar Nederland te komen. Maar ook kerst komt steeds dichterbij. En de tuincentra zijn er natuurlijk al helemaal klaar voor. Maar wij zijn nou benieuwd. De mensen die hier begin november al komen, hebben ze eigenlijk al het kerstgevoel? Ik hoop van wel, want u kunt één ding van mij aannemen. Bij de weekendagenda zijn wij dol op kerst. Go! In het filmtheater Hilversum zullen nog tot en met vrijdagavond films te zien zijn tijdens het filmfestival Cinex. Het festival werd dinsdagavond al geopend door burgemeester Pieter Broertjes in de nieuwe JT-bioscoop. Daarna ging de wereldpremière van de film Night Eyes van start. Nou, en onthoud goed mensen, niemand mag met kerst alleen zijn. We staan hier met Kees Petersen. Kees, als mensen naar thuis bedenken, wat zou ik nou nog kunnen gaan doen in het weekend? Heeft u dan een tip? Nou, ik heb wel een tip. Dat wordt een afterweekend tip, als je het goed vindt. En dat is dat wij aanstaande woensdag, 12 november, een koopavond hebben. Extra koopavond van 6 tot 9. En daarin kunnen de mensen vast proeven aan de sfeer voor de kerstperiode, de feestmaand, waarbij gezelligheid belangrijk is. En mensen kunnen daar ook genieten van 20% korting op het hele assortiment. Mensen zijn bekend met kerst bij Intratuin, maar wat is nieuw dit jaar? Nou, je ziet hier een plaatje van een vertaalslag van romantisch. Nou, romantischer kan het haast niet. En je ziet dan ook in de materialen dat terug. Niet alleen dat het roze is, maar je ziet veel veren. Het is gepoederd. Wij zijn hier ook om de kerststemming een beetje te peilen. Heeft u het idee dat kerst nu al leeft begin november? Ja, je hoort een hoop mensen zeggen van, nu al, dat is eigenlijk ieder jaar. En toch zie je dat mensen overal kijken en ideetjes en inspiratie opdoen. Want daar gaat het om, je bent een inspiratiebron voor thuis. Ja, ik kan hier uren naar kijken. En dat gaan we ook doen. Ook in de Vorstin kun je dit weekend weer terecht. Vrijdag en zaterdag een cabaretvoorstelling van Droog Brood. En zaterdagavond een jazz en wine party. Joyce Stevens die speelt jazzmuziek en jij kunt ondertussen wijn proeven. Wijn zit ook nog verwerkt in de voorstelling en na afloop precies wijn. Glühwein. Nou, hier hebben we Atlantis. Ik wil nu eigenlijk gewoon eens even over kerst praten. Is bij u het kerstgevoel er al een beetje? Ja, het kerstgevoel is er zeker. Dat is bijna het hele jaar. Ik ben echt een kerstfanaat, dus ik hou ook altijd heel erg in de gaten wanneer de kerstshows zijn. Nou ja, ik heb nog kleinkinderen, dus we hebben eerst altijd Sinterklaas, hè? Aanstaande zaterdagavond is er nog veel meer te doen, want in het MCO bijvoorbeeld, daar speelt amateurgezelschap het koor, met als thema Love is in the Air. En in zwembad de Lieberg kunnen kids gaan disco zwemmen. Voor jongeren met een beperking wordt er in buurthuis De Lelie een grote disco gehouden. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Daar staat een oude slee, en als het winter sneeuwt, gaan wij weer met ze mee. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride. Nee, de tekst zit er nog niet helemaal in. Nee. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells. Kerstgevoel is zeker aanwezig. Eigenlijk wil ik dat deze weekendagenda nooit meer ophoudt. Maar ja, dan zouden we volgende week geen uitzending hebben. En ik hoop toch dat u allemaal volgende week weer kijkt naar een nieuwe weekendagenda.
dan vanaf een andere plek.